Ja, ja, dat D66, vrienden, die kakelende kaag, ze krijgt het toch weer voor elkaar om het nieuws te halen. En weer op zo'n manier dat je denkt bij jezelf, daar gaan we weer. Ja, en daar gaan we ook weer. Want ik weet niet, jullie hebben waarschijnlijk niet helemaal tot op de bodem gevolgd, maar er is een manier van drimmelen. En meneer van Drimmelen schijnt een hele bolle boos te zijn binnen D66. Weet je wel, zo'n soort partijgeleerde. En die heeft heel veel macht. Want hij kan ook nog bepalen, die van Drimmelen, of jij verder komt in de partij, ja of nee. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan komen daar natuurlijk vrouwen. En dan gaat die man, die gaat dus in zijn onbenul zijn macht misbruiken. En dan krijgen we dus, zoals het dan weer heet, grensoverschrijdend gedrag. Dat is nu al ruim een jaar aan de hand daar, bij D66. Dus ze weten dat al een hele tijd. Ze hebben dat toen een tijdje onderzocht. En toen dachten ze bij zichzelf, nou, er is niet zoveel aan de hand. En toen kwam er nog een extra rapportje overheen. En toen bleek dat die meneer van Drimmelen, dat hij het wel had gedaan. En toen werd dat keurig, hup, onder het tapijt geveegd. Hey, hoe vind je hem daar bij D66? Iedereen is aan de beurt in Nederland. Iedereen die in de fout gaat met vrouwen, die krijgt hem gepresenteerd. Is het niet Borsato, dan is het wel Ali B. En is het weer iemand bij de politiebond, dan is het de verslaggever van de Telegraaf. Of het is nu zelfs Danny de Munk. Ha, want ja, Siske de Rat zelf. Die heeft ook hier en daar aan vrouwen misschien zitten plukken. Nou ja, maar dat wordt dan allemaal onderzocht. Maar niet bij D66 hoor. Nee, D66, die denken bij zichzelf, een dikke vinger voor iedereen. Dat denkt die kakelende kaag. Hier een vinger voor iedereen, want wij maken uit hoe wij het doen. Wij bepalen zelf wel hoe dingen gaan. En dat is gewoon de mentaliteit van zo'n partij. Ja, zij maken zelf wel even uit of ze dat onderzoeken. En zij trekken zich van niets en niemand iets aan. En dat hebben we nou al een paar keer vastgesteld bij Kakelende Kaag. En het meest vervelende van dit hele verhaal is, beste vrienden, en daar moeten jullie, als je erop gestemd hebt, eens goed over nadenken. Als je dit doet, hè, gewoon bij die partij, zo van, ja, wij hebben maling en alles en we hebben scheid aan iedereen. Dat doen ze dan ook als ze het land besturen.